Otto-Jan. Ja. Het zijn de 1000 kilometer dit weekend. Ik ben er klaar voor. Mijn anus iets minder. Wat is jouw geheim? Voorlopig ben ik niet van plan om daar echt iets specifiek aan te smeren. Uiers al schijnt goed te zijn, of vaseline. Ja, weet ook niet. Ik onthoud uierzalf. Als vrouwen ook willen fietsen. Dat zou ik alle vrouwen aanraden trouwens. Zijn vrouwen die fietsen sexy? Dit zal wel zijn. Vroeger was dat met surfen. Zo vrouwen die surften of skaten. En nu zijn dat vrouwen die fietsen. Dus dit... op Instagram worden dan doet niet. Doet dit iets met u? Jawel, absoluut. Ik heb Michel Wuits ooit horen spreken over fietsen met het hol open. Ik zou dat graag... Ja, koersen met het hol open. Ja. Geen idee wat het is. Maar Michel Wuits heeft het soms ook over een eerlijke berg. Wat misschien nog zwaarder is dan achter je fietsen, is achter je commentaar geven op een koers. Als jij een keer zou willen fietsen met iemand met het hol echt helemaal open, met wie zou dat dan zijn? Maar echt helemaal open? Maar echt open. Echt open, dat je echt in het gapende gat kijkt? Gapend gat. Met niemand. Ik heb superveel schrik voor dit weekend dat er zo'n Vlaamse leeuw of zo'n regenboogvlag in mijn wiel gaat draaien. Zeker, regenboogvlaggen. Hè? Hoe kan ik dat vermijden? En gewoon ver weg blijven van regenboogvlaggen in het algemeen. Oké. Weet je wat je moet proberen? Deze, dat is de Sagan. Als je aan het dalen bent, dan je zo op je stuur en dan fietsen. Zo. Dan kan je heel snel. Dat is hem. Je hebt eigenlijk hetzelfde onderstel als Peter Sagan. Echt? Ja. Bedoelt je mijn benen of mijn fiets? Snuiten. Dat vind ik nog erger dan doping eigenlijk. Heb je al ooit... Nee, nooit. ...naar het groot toilet gemoeten? Nee. Terwijl je aan het fietsen waard. Nee, dat nog niet. Er zijn er die doen in hun hand en dan weggooien, hè? Wordt gezegd. Michel Wuits heeft dat gezegd. Ja, dat ben je. Nog één tip. Is er nog iets waarvan je denkt... Goh, opletten? Je moet goed voor je kijken. Je rijdt in een peloton, dus je moet eigenlijk de hele tijd geconcentreerd zijn. Dat is eigenlijk het moeilijkste. Uh-huh. Je mag je niet laten afleiden door leuke lammetjes of een tof kasteel. Je moet altijd kijken naar het wiel voor je. De laatste 100 meter zijn ingezet. Ham en Merkpoel rijden zij aan zij. Wat wordt dit? Wat gaat dit geven? Merkpoel, Ham! Doe. Ah ja, maar kijk, dat is het moment dat ik dit zou willen doen en dan waarschijnlijk zo afdonder. Oh. Dat ik van jou zou winnen nog. Wie had dat gedacht? Ongelooflijk. Echt kapot, hè? Maar ik ben echt dood, jongen. Ze mogen mij afvoeren.